allemaal bij weer een aflevering van Waarde en Kroon. Vandaag in de studio Maxime en Wes. Hallo jongens, vertel eens wat. Gisteren was Maxime op vakantie en die moest hem heel erg missen. Was Maxime op vakantie en moest je hem heel erg missen? Ja. Maxime, waar was je op vakantie geweest? Er zit allemaal groen op je box. Oh, Wes, is de box een beetje groen? Ja. Dat is niet zo erg. Dit. Ja, dat komt door de vloer, hè? Maar waarom is hier allemaal groen? Waarom hier allemaal groen is? Ja. Dat is een goede vraag. Waarom denk je dat hier alles groen is? Dat weet ik niet. Nee. Kijk, wat is dat? Ik heb dit geluid doet, hè? Ja. Ja. Ik heb dat ook. Ja, dan kun je erop praten. Ik kan je het testen doen. Ja. Hé, maar wat zie ik? Hebben jullie hetzelfde shirt aan? Ja. Ja. Welke kleur heeft je shirt? Oranje. Een oranje shirt? Met wit. Met wit. Oh, daar staan allemaal letters op. Wat zit er? En aan de voorkant niet. Nee, aan de voorkant niet. Ja, ik zie een heel klein beetje kleine letters. Ja. Ja. Dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niks uit. Hé, maar jullie wonen volgens mij heel dicht bij elkaar, of niet? Ja. Ja. Ik woon langs Pascal. Ja. En Raf en Maxime ook. Oh, dus Pascal woont tussen jullie in? Ja. Oh. En Raf woont naast ons en er zit een vierkant gat en daar wonen Raf en wij. Oké. Dat is gezellig. En wij zitten aan Raf en Jesse vast. Oh, jullie zitten eraan vast. Hé, hey, en als je dan toeziet, dan gooi je boetjes spelen. Ja. Wat gooi je dan doen? Dat weten we niet. Nee. Ik wil op een wip of een glijbaan of een schommel. Een wip of een glijbaan of een schommel? Of een kabelbaan. Hey, hebben jullie een kabelbaan? Ja, ja. Maar daar kan je niet op zitten. Niet? Nee, op staan. En ik vond dat zo leuk. Ja? Maar ik vind het niet leuk. Niet. Mama moet er altijd mee helpen. Oké. Okay. Ik durf dat helemaal alleen. Echt hoor? En dan gooi je erop stoom? Nee, niet op stoom. Aan vasthouden. Aan vasthouden? Oh. En ben ik dit mama nog een beetje helpen? Maar is het ook niet erg, ja? Nee, ik kan wel alleen zonder mama. Oh, wat goed. En wat is er nog meer allemaal in de speeltuin? Bankjes en verder niets. En ook een huisje. Een huisje? Ja. Speelt jou wel eens in het huisje? Ja. Ja? Ijsjes verkoop. Oh, lust je ook ijsjes? Ja. Op vakantie hadden we veel ijsjes. Echt hoor? En wat voor ijsjes eet je dan? Aardbeien of chocola? Aardbeien en chocola. Ja, en chocola. En nog die groene. Die groene? Ja, die lust ik ook. Wat voor smaak is dat, die groene? Dat weet ik niet. Is dat heel zuur zo? Nee, dat is niet zuur. Die heb ik wel gehad. Heb je ook wel eens watermeloen-ijsje gehad? Je zei net dat je watermeloen mee naar school nam. Heb je die ook wel eens als ijs gehad? Nee, daar hebben ze geen watermeloen-ijs. Niet? Nee, alleen thuis. Alleen thuis? Ja. En waar je ijs kan koteren. Oké. Bij de ijssalon. Ja. Speeltuin? Ja. Een taart. En snoepjes ook. Iedereen Squirtle-Pokémon. Manken de vos. Ja, ik wil bijvoorbeeld Dino. Tino. Spekjes. IJsje. En zal mij
knuffeltje. Dat ik een hondje heb. Een klein hondje. Een puppy. En toen ik ook een puppy heb. Een puppy hondje. Maar ik weet niet of ik faal. Zal mijn mama een unicorn En ik word blij van pleisters. En ik word blij van unicorn boven pleisters. En als je pijn hebt, dan moet je een pleister hebben. Ik heb hier al unicorn boven. Waar? Hier, kijk eens. Daar had ik een blaar. Daarom heb ik een unicorn walvis. Maar wanneer is dit eigenlijk gemaakt? Wanneer dat allemaal gemaakt is? Ja. Ik zou het niet weten. Hier was de eerste kapper. Was je eerste kapper? Echt waar? Ja. Wie had je kapper dan? Naomi. Ja. Oeh, ik weet dat Drek. Dirk weet dat heel goed, ja. Ja. Je is altijd naar de kapper. Ja, als mijn haren lang zijn. Ik ga altijd naar maar de kap. Maar nu is die al niet meer. Nu is dat thuis. Ja, ze bij haar thuis. Ja. Oké. Dat was een beetje gek. Ja, vind je ze een beetje gek? Ja. Ja? Yes. Ik zit daar op zwemmen, zo in bandje 2 en Maxime in bandje 3. Ik zit niet in bandje 3, in bandje 4. Oh jee, op bandje 4 al. Huh? En mag je vanmiddag nog naar de zwemles? Nee. Nee? Toch, Maxime? Nee. We hoeven niet meer. Zit je wel op dezelfde dag? Maar ja. Ik zit op een bandje 4. Dat was sneller dan ik een bandje 4 was. Ja, maar ik was ook heel lang al in bandje 2, dus daar in bandje 4 en bandje 2. Dus daarom was ik al snel in bandje 4. Ja. Echt, ik heb dit aan inderdaad. Oh, heeft ze de diploma meegenomen? Echt hoor, speelt ze daar geer mee? Ja. Ja? Ik ook. Waar speel je nog meer geer mee? Met auto's. Met auto's. Kun je me wat vertellen over? Maar toch die de weer spelen. Ja. Wes? Nee. Kun je me wat vertellen over auto's? Ja. Ja? Die hebben automerken. Echt hoor? Ja. Audi, Mazda's, Nissan, Ford. En wat zijn er lievelingsauto's? Ford, Mazda, Nissan, Arland. Nee, dat zijn geen automerken. Dat is wel cool. Wat wil je later leren dan? Ja. Weet je dat? Nee. Nee, ben je nog niet? Ik wil later niks weer. Niks? En ik wil later grote baard hebben. Een grote baard? Ja. Net zoals mijn papa. Echt hoor? Ja. Dat lijkt zich wel leuk. Maar mijn papa heeft geen baard. Nee, heeft hij geen baard? Heeft hij een snor? Of oh nee? Ja, dan wel. Wel? Maar hoe laat is dit af? Ja, wie laat wil je dat we kloor zijn? 1 uur. 1 uur? Maar dat is het al geweest, ja? Ja. Wat zit er toch allemaal op dat armbandje? Maxime Baans en mama telefoon. Oh, dat is wel slim van die mama, hè? Oeh, dat is niet zo handig. Doe maar even in de arm, ja? Dat vind ik niet leuk. Vind je niet leuk? Nee. Ja. Maxime doet hem even in de arm. Want gooi je wel eens samen fietsen? Dan gooi je dan ook wel eens verder dan dat rondje weer. Of doe je dat niet? Oh, Wes kan me altijd niet inhalen. En ik kan Wes altijd inhalen. Echt waar? Ja, echt doe je wel eens wedstrijdje rijden? Ja, maar ik kan nooit winnen. Ik wel toch, Wes? Maar ik ga heel hard. Maar ik kan eerder in je inhalen, Wes. Toch? Maar ik doe altijd eerder met de wedstrijd begonnen, toch? Wes. Ik had je toch een keer ingehaald? Nee. Jawel. Je was een keer gewonnen.
We waren een keer, ik was een keer met papa's en papa een keer groentje en moeder. Ze heeft papa en de moeder? Echt hoor. Ja. En mogen ze dan voorop of achterop? Voorop. Voorop. En weet je hoe hard moeders rijden? Nee, weet jij dat? Hard als een crosser. Echt waar? Zo hard als een crosser. Oh, ik voel het. Zo hard gaat hij nog harder als auto's. Echt waar? Maar mijn papa had altijd harder heen. Ik wil altijd harder heen samen met mijn papa en samen met mijn spijtjaar. Echt waar? Ja, dat durf ik echt. Hé, en dan zit je helemaal voorop en dan kun je alles goed zien. Ben je ook wel eens mee geweest op de motor? Nee. Nee. Zijn papa heeft niet meer geen motor en mijn papa wel. Ja, maar ik wil heel later een quad hebben. Wil jij later een quad hebben? Ik ook! En zijn jullie daarvoor aan het sparen dan, als je die later wil hebben? Ja, dan gaan we even wachten en dan kunnen we samen winnen. Oh, wes, ik heb heel veel ik heb heel veel centjes in mijn potje. Dus ik kan heel veel centen aan de quad geven. Maar ik heb ook heel veel centjes in mijn spaarpot. Maar ik heb twee handen vol en nog handen. Maar als we die nou allemaal bij elkaar leggen, kunnen jullie misschien samen een quad kopen? Ja, maar ik heb nog veel. Ik heb heel veel kleintjes en dan mij nou even. Oké. Dan gaan we even achter en samen winnen. Doeg. Ja. Dat is wel een goed idee als maar je dan samen. Maar kan je ook tuttelen? Ja. Dan gaan jullie samen even hard en kunnen jullie allebei winnen. Ja. Dat is wel slim, hè? Oh, huh? Groen. Ja. Oh. Zit er groen onder die schoen? Nee. Nee, maar onder de van Maxime misschien. Ja. Ja. Maar onder mijne? Ik zie niks. Nee. Maar ik zat hierop. Ik zat om zo allemaal groen. Je kan je niet op lopen. Nee, kun je niet op lopen. Maar wel op staan. Ja. Dat wel. Ja. Hey, wil je mij nog iets vertellen? Ja. Nee. Ja, vertel. Nee en ja. Ja. Ja, nou luister maar nog even naar West, want toen wil ik nog wat vertellen. Want wij waren heel lang geleden ergens naartoe in België met opa. Hoe was je het ook geweest? Mijn oma, wij geven moes en de keerhuis en mijn opa kan daarin rijden. Echt hoor? Ja, daar moet je een sleutel voor hebben. Zit het onder het hoes dan? Ja. Oké. En dan kan je met een lift naar boven. Oh. Dat is raar. Dat is gek. Ja. Was het wel leuk? Ja. Ja. En dat was een Bijls? Nee. Niet? Nederland. Op alle Nederland. Oh. Maar hoe laat is dit af? Hoe laat is dit af? Ja, wat zullen we er doen? Ik denk drie minuten. Over 3 minuten? Nee. Hey, weet je wat? Zullen we dan een eind eraan maken? En dan doen we even allemaal zwijnen. Al die mensen die naar ons getetter hebben geluisterd. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Nou, bedankt voor het kikken weer vandaag. Nou, waren een krom. Bedankt. Bedankt Wes en Maxime voor het komen vertellen. En je zit je al deeltje aan het vertellen, weet je dat? Dadelijk zullen we eens kijken wat je allemaal hebt verzacht. Ja? Hey, dan zullen we eens even zwaaien naar de mensen. Doei, bedankt, tot de volgende keer. Doei.